Hoi en welkom bij deze Yin Yoga Flow. Vandaag een flow voor je waarin we wat meer de stressgebieden, dus de schouders, de bekken. En vaak kun je de stress, de spanning ook wel terugvoelen in je rug en vooral in de onderrug. Dus een flow die ietsje sneller gaat dan een traditionele Yin Yoga, waarbij we toch al gauw richting de 3 minuten gaan. We gaan de houdingen wel wat langer vasthouden of lang vasthouden. Maar iets meer met flow, zodat we aan de ene kant het lichaam vasthouden en die lichamelijke stilte activeren. Maar daarbij van binnen toch een innerlijke flow om die energie te laten stromen, om die doorbloeding te laten stromen. En om vooral het innerlijke lichaam niet meer zo vast te laten zitten, maar juist zich te laten openen. Dus kom lekker zitten. Misschien heb je een matje, rol hem lekker uit. En dan misschien toch wat minder bewegen dan in de actieve lessen. Misschien dat je het ook even fijn vindt om een trui of iets erbij te hebben. Zodat je lekker warm, zodat je jezelf ook lekker warm kan houden. En dan gaan we zittend beginnen. Dus het kan ook even zitten op een stoel als dit vanuit knieën niet zo goed kan. Maar anders vind gewoon jouw Sukhasana, dus jouw kleermakerspoos. Dan gaan we eerst even beginnen met centreren. Dus kom zitten. En dan sluit je rustig je ogen of laat ze op een zacht punt voor je ontspannen. Dus probeer even niet meer zoveel rond te kijken naar wat je allemaal in jouw ruimte kan zien. Maar door de ogen te sluiten, nodig je jezelf ook even uit om wat minder met de buitenwereld bezig te zijn. Maar even dit komende half uurtje met jezelf juist bezig te zijn. Terwijl je zo zit, begin dan eerst even met gewoon jezelf uitnodigen tot zitten. Uitnodigen tot voelen. Dus geef jezelf ook weer de tijd om tot rust te komen. Dus misschien kom je wel uit een drukke dag of een drukke ochtend of ben je al veel in beweging geweest. Zo misschien heeft je lichaam dan ook wel even nodig om tot rust te komen. Of om die innerlijke rust, tot die innerlijke rust te komen. Dus laat je lippen lekker verzachten. Laat je ogen verzachten. En dan voel even hoe je ademt. Dus zonder oordeel, gewoon eens observeren. Of je door je neus ademt of door je mond. Of je in je borstkast ademt of wat meer in je buik. En dan breng rustig even je handen naast je. Dus ja, naast je op vingertoppen komen je handen. Strek arm wat meer uit. En voel je wat meer uitgenodigd om ook lang te maken in je wervelkolom. Dus je strek je kruin omhoog. Maar trek kin iets naar je toe. Zodat je echt die strekking in de rug, in de nekkant, rugkant voelt. En dan vanuit hier adem je in. Strek je, cirkel je arm helemaal wijd en omhoog. En dan adem je uit. Breng je handen omlaag terug naar je hart. Nog een keer adem in. Strek op. En dan adem je uit. Kom je laag. Nog één keer adem hier weer in. Strek helemaal op. En dan adem je uit. Je handen laag. Vouw ze hier even in elkaar. En dan strek je je handpalmen naar voren. Dus armen komen schouderhoogte. En dan rond je even helemaal je rug. Dus trek kin zoveel mogelijk op je borstkast. Dus je buik trek je helemaal naar binnen. Terwijl je handen naar voren blijft strekken. Dus armen zijn lang, schouders zijn rond. Kin op je borstkast of richting borstkast. Dus voel wat goed bij jou past vandaag ook. En dan adem even in je hele rug. Dus proef even met de ademhaling. En dan laat je rustig je handen los. Zeker ze helemaal naar achteren. En dan pak je je handen op je rug samen. En dan strek je je armen naar achteren. Dus pas even op dat je hier niet een holle rug trekt en je borstkas helemaal omhoog. Maar misschien eerst je handen gewoon omlaag. Dus focus even meer op schouders en op het borstkasgedeelte te strekken. In plaats van hoe hoog je je handen kan strekken. Dus kruin is weer omhoog. Trek kin wat meer naar je toe.
En als je vanuit hier je handen iets kan optillen zonder dat je in die holle rug trekt, dan mag dat natuurlijk. Maar voel even dat je hier misschien aan de ene kant inspanning kan voelen. Dus dat je lichaam wat spierspanning nodig heeft. Maar aan die andere kant weer die zachtheid. Dus sluit misschien ogen en observeer. Dus maak contact met daar waar je lichaam misschien begint. Daar waar je gedachten loskomen. En dat punt waarin je jezelf kan observeren. Dus zowel lichamelijk als die gedachten, als misschien de ruimte om je heen. En vanuit daar ga je waarnemen. Oké, laat dan rustig je handen even los. Zet ze naast je neer weer. En dan adem je je linkerarm omhoog. Rechts zet je neer en dan strek je iets over je heen. Dus het is een yin flow. Dus we flowen gewoon rustiger, langzamer. En dan hou hem hier weer heel even vast. Dus voel dat je je linkerbil, dat heupbotje, nog steeds omlaag brengt, zitbot. Maar dat je je linkerarm zoveel mogelijk wil verlengen. Je hoeft hier niet omhoog te kijken. We willen echt lengte tussen het bekkengebied en de schouders. Dus de rug helemaal open. Daarbij ribben open, zodat je ook heerlijk wat dieper kan ademen. Dus voel gewoon hoe ver opzij voor jou vandaag goed is. Oké, dan kom je rustig omhoog. Zet je linkerhand neer. Adem je rechts helemaal in en op. Strek hem eerst op. En vanuit daar doen we hetzelfde. Kom je naar de linkerkant met je rechterarm. Dus hou je hoofd gewoon in het midden. Of kijk misschien omlaag als hier heel veel spanning in zit. Je hoeft niet dieper te reiken, extra te reiken. Strakker open te draaien. Het is gewoon echt die strekking voelen voor je rechter. Nou, misschien ribben, misschien rugkant. Dus observeer waar de ademhaling naartoe kan gaan. Waar je van binnen geraakt wordt. Dan kom je rustig terug. En dan breng je je handen weer op je rug samen. Vouw vingers weer samen. Strek armen even open. En dan breng je je handen naar de rechterkant op je zij. Dus je trekt echt met je linkerhand. Trek je je rechterhand naar de linkerzij. En die druk je dan tegen je linkerzij aan. En dan adem je weer. Verzacht je weer. Neem je even weer een moment van stilte. Maar je laat rustig je linkeroor richting je schouder zakken. En dan voel even aan rechts. Dus ga nu met je aandacht. Met zachtheid, met liefde, met openheid. Naar de rechterkant. En voel in je nek en in schouders. Of hier spanning zit, of hier wat los mag komen. En hier kan het even fijn zijn om heel licht een soort van cirkel te draaien met je kin. Zodat je even omlaag kijkt. Dan rustig omhoog cirkelt. Maar voel heel goed of dit bij jouw nek, bij jouw spanning past. Hou hem anders gewoon stil. Okay, kom je rustig terug in het midden. Zet je je handen aan de rechterzij, dus trek met je rechterhand, echt je linkerhand, zo ver mogelijk naar rechts. Dan druk je je handen weer tegen elkaar in je zij. En dan laat je langzaam je hoofd naar rechts komen. Je oor richting je schouder. En dan voel eerst even hoe je linker schouder, je nekkant, misschien schouderkop of misschien ook wel je bovenarm, hoe die de strekking ontvangt. En als dat fijn voelt, kun je misschien weer even naar beneden kijken of die lichte cirkel maken. Dus als je het doet,
Zorg dat het een toevoeging is. Dat het meer van een strekking je laat voelen. Dat het meer opent. Zet je rustig je hoofd weer rechtop. Laat je handen los en dan adem je in. Cirkel je armen gelijk omhoog. Kijk misschien mee omhoog. En dan adem je uit. Breng je handen terug naar je hart. Vouw ze daar weer in elkaar. Adem ze in naar voren en omhoog. En dan adem je uit. Breng je handen weer laag. Mocht je op een blok zitten of op de bank of op iets anders, mag je dat even weghalen. Dan breng je je voeten naar voren. Misschien als jij even je benen wil shaken. En dan vanuit hier breng je je voeten tegen elkaar. En dan mag je naar voren komen in je vlinder. Dus voetzolen tegen elkaar. Misschien dat je je handen om je voeten heen wil brengen. Dat je vanuit hier naar voren wil komen. Maar zorg dat je knieën naar buiten komen. Dus mocht je met je bovenlichaam wat hoger zitten. Misschien dat je het gewoon fijn vindt om je onderarmen op je onderbenen te laten rusten. En dat je vanuit hier wat lichte druk kan geven op je knieën. Maar kom gewoon naar voren. Als je een blok bij je hebt, misschien dat je ook wel je blok onder het voorhoofd kan zetten. Dus vooral als je spanning voelt in je hoofd, nek, schouders. Laat je hoofd op iets rusten. Dus het kan namelijk ook als je het bij de bank of bij een bed in de buurt doet, dat je gewoon je handen op de rand van je bed laat rusten of op die rand van je bank. Maar als je voor jou jouw houding hebt gevonden, hou hem dan weer heel even stil. Dus probeer lichamelijk zo min mogelijk te bewegen. Dus laat de ademhaling nog wel stromen. En ga met elke inademhaling duik je als het ware mee in je lijf. Op ontdekkingstocht. In alles wat je tegenkomt, in alle gevoelens, in de sensaties, kleine, grote, misschien gedachtes, emoties die naar boven komen. Adem dan nog een paar keer weer wat dieper in, helemaal misschien richting je onderbuik, naar onderrug. Adem ook zoveel mogelijk uit. Dus adem, probeer niet alleen in te ademen, maar ook heel lang, lang, lang uit te ademen. En als je dat een paar keer hebt gedaan, dan rol je wervel voor wervel omhoog. Al misschien met je handen even je knieën omhoog. En dan mag je op handen en knieën komen. Dus je komt op handen en knieën. En dan pak je even voor jezelf een paar keer je cat cow, dus je holle rug, bolle rug. Laat hem echt voor je hele rug zijn. Dus vanuit het stuitje, je bekken, onder je kantelen en open kantelen. Schouders meenemen, borstkas mee. En dan doen we hier even een schouderstrekking. Dus je mag je rug zo recht mogelijk krijgen. Knieën zijn onder je heupen. En dan adem je je rechterarm helemaal in en op. En dan adem je uit. Breng je rechterarm langs je linkerpols. En dan leg je hem zoveel mogelijk in de mat. Dus probeer echt je arm, je schouder en ergens een deel van je hoofd op de mat te hebben. Linkerhand, hou hem gewoon eerst even naast je.
en voel hoe je de twist ontvangt. Dus je billen zijn zoveel mogelijk op, zodat ook het onderste gedeelte kan openstrekken. En pas even op dat je niet helemaal je heupen naar links laat gaan, omdat je ze zoveel mogelijk boven je knie houdt, om die middenrug ook mooi open te strekken. Als je het fijn vindt, kan misschien je linkerarm open over je hoofd strekken. Maar als je daar bent, sluit misschien weer ogen. Ontvang heel even de houding weer. Dus het kan wat dieper zijn voor je rug, omdat hij eigenlijk vanuit stuitje tot schouders wel opent. En check even dat je niet je kin op je borstkas plakt, maar dat je je kin gewoon naast je, eigenlijk richting je rechterhand hebt. Dus dat je niet extra verkrampt in je schouders of in je nek. En mocht je willen, je kan je linkerhand ook op je rechterbovenbeen, dat je je rechterbovenbeen vastpakt. Maar check dan goed dat je schouder open draait en dat je niet je schouder op je wang gaat leggen. Dus check welke je wil. En dan blijf je hier nog even een paar minuten observeren. En dan kom je rustig met je linkerhand weer terug naast je hoofd. Druk jezelf omhoog. Neem even je rechterhand weer mee. En dan even misschien een paar keer weer die holle rug, die bolle rug. Of misschien maak je hem iets meer meedraaiend. Als je hem even opendraait. Misschien dat je rug dan wel knak knak. Plop plop zegt. En dan gaan we de andere kant doen. Dus met je handen weer aan de mat. Breng je linkerarm even omhoog. En dan breng je linkerarm helemaal door naar rechts. En dan leg je je linkerschouder zoveel mogelijk in de mat. Je linkerkant van je hoofd. En met rechts hou hem eerst even naast je. En trek die billen weer wat terug. Trek je heup echt weer terug. Als het goed is ga je meer strekking nu aan de linkerkant voelen. En dan kijk met je rechterarm of je naar voren wil. Of misschien dat je je linkerbovenarm... bovenbeen wil vastpakken. Ik hou hem voor nu eventjes langs mijn oor naar voren. Omdat het net wat meer strekking geeft in mijn schouders. En in de achterkant van mijn ribben. En dat vind ik persoonlijk vandaag even wat fijner. Dus voel goed waar je het zelf misschien nodig hebt. En of je dat dan ook de houding voor jezelf kan aanpassen. We proeven even met je ademhaling. Dus via je ademhaling kun je altijd heel mooi voelen of je de ademhaling vasthoudt. Of dat je misschien, als je nu ergens heel moeilijk kan ademen in je schouders of in je achterkant van je rug. Dat je misschien op die manier kan voelen dat je hier spanning vasthoudt. En dan via de ademhaling. Nodig je dan zelf eigenlijk uit om misschien iets te kunnen ontspannen. Iets bewuster te worden dat hier überhaupt spanning zit. Of gevoelens of emoties. En laat je hand weer rustig terugkomen naast je hoofd. Druk je jezelf omhoog. Misschien dat je even weer een paar keer je cat-cow wil doen. Misschien even uitdraaiend. En dan vanuit hier
Met je knieën nog steeds recht onder je heupen, loop je je armen naar voren en laat je je borstkas zakken. Dan mocht je je borstkas niet zo laag kunnen zakken als dat ik dat doe, is dat geen probleem. Misschien dat je een blok bij je hebt, dat je weer je voorhoofd op iets wil laten rusten. Misschien een kussen. Of misschien dat je bij een bank in de buurt bent. Dan kun je misschien ook je armen op de bank leggen. Dat je op die manier je middenrug en je schouders wat meer openstrekt. Anders laat hoofd misschien gewoon hangen. Maar strek zoveel mogelijk je armen door. Zodat je ook echt even die diepe strekking voelt in de oksels. Achterkant rug weer. En doordat je je billen boven je knieën houdt. Hopelijk ga je ook voelen dat je echt het stijtje openstrekt. Het hele bekkengebied openstrekt. Dus voel wel dat waar je die knik als het ware maakt in je middenrug. Dat je hier geen pijnlijke, drukkende pijn voelt. Kom dan ietsje hoger. Dus voel dat alle spieren opstrekken. En dat ze lang worden. Dat je uitgedaagd wordt of gevraagd wordt om te verlengen. Want daar waar vaak spanning zit, waar stress zit. Daar voelt het vaak kort, klein, verkrampt. Dus het kan ook best confronterend voelen om de stretches wat langer vast te houden. En om jezelf uit te nodigen om langer te worden. Maar hoe langer, hoe meer lengte, hoe meer openheid in die spieren. Hoe meer zachtheid in het lichaam kan komen. En hoe meer die spieren juist openstrekken. Hoe meer al die individuele celletjes in de spieren ook open kunnen strekken. En hoe meer al die individuele cellen openstaan. Hoe meer ze weer goed kunnen functioneren, zuurstof op kunnen nemen, afvalstoffen kunnen afscheiden. Hoe meer ze dus ten goede voor jou gaan werken. Dus nog een paar ademhalingen hier. En laat dan rustig je billen omlaag komen, terwijl je hoofd ook laag blijft. Dus je laat je naar een child's pose zakken. Misschien dat je je knieën iets meer opent. Leg dan je handen wat minder gestrekt naar voren. Dus gewoon ellebogen buigen. Je kan ook je handen naar achteren leggen, dat je je handen naast je voeten legt. Maar check dan dat je je armen ook langs aan de voorkant van je knieën mag laten zakken. Met ellebogen naar buiten mogen die schouders weer wat zakken. En vooral hier, laat billen omlaag richting je hielen gaan. En hou nog wat extra profijt van dat je voorhoofd op de mat nu mag rusten. Of op je handen, als je daar wat moeite mee hebt. Leg dan gewoon je handen onder je voorhoofd. Dus laat hier het voorhoofd echt op iets rusten. Omdat het echt zo'n heerlijke drukte massage geeft op dat voorste deel van je brein. Waarin veel van je denken gebeurt. Veel van het analyseren, het piekeren, het doemdenken. Dus als je hier zo kan liggen, dan is child's pose echt een heerlijke houding om diep naar binnen te keren, om te ontspannen. En om je even helemaal jezelf te zijn.
En dan vanuit hier kom je rustig omhoog. Terug naar handen en knieën. Als je het fijn voelt, zet dan even, strek je even één been naar achteren. Even je andere been. Of misschien even een hele korte downward dog, als je die kent. Als die al in je practice zit. Om even benen uit te strekken. Nou, oké, dan met knieën weer aan de mat. Mag je vanuit hier je rechtervoet naar voren zetten. En dan zak je wat lager in je bekken. Dus voel hier goed voor jouzelf hoe laag goed voor jezelf is. Dus ook hier kun je gewoon met je onderarmen op je knieën komen. Of beide handen aan de zijkant van je voet. Of misschien aan de binnenkant van je voet. Dus focus niet te veel op waar je hoofd en schouders naartoe gaan. Maar hou je bekken wat lager dan je schouders nu. Dat ook echt wat meer de strekking plaatsvindt in je liezen, in je lymfsysteem. Het openstrekken van het bekken, de bekkenbodemspieren hier. Dus als je kunt, kun je misschien ook een verdieping lager komen op onderarmen. Maar kies echt je eigen variatie, niet alleen wat ik doe. Maar blijf zo hoog, zo laag als daar waar jij voor jezelf helemaal stil kan zijn. En check dan ook even dat je rechte knie zoveel mogelijk boven je rechte enkel blijft. Dus zet je voet niet te ver naar buiten. En laat de ademhaling echt even een paar keer voor jezelf helemaal in het bekkengebied stromen. Dus als je merkt dat je alleen in je schouders kan ademen, heel hoog, blijf dan ook wat hoger, want dan ben je eigenlijk je spieren aan het aanspannen om in deze houding te zijn. Dus in welke je houding je hebt gekozen, je kunt helemaal tot in het bekkengebied, in je onderbuik, tot in billen ademen. En voel dat je vanuit daar misschien mag verzachten. Dus adem een paar keer voor jezelf diep en voel misschien hoe je een millimeter of wat verzacht. En dan verzacht ook wat meer in het gezicht. Dus als je wil kun je je hoofd ook laten hangen. Maar je lippen zijn zacht, je ogen zijn weer gesloten of in elk geval zacht. Je ademhaling stroomt. Een vogel op het dak. Sorry. Oké, kom dan weer rustig omhoog. Oh, het is geen vogel op het dak. Het is een van mijn jonge poes op het dak. Zet je knie naast knie. En dan wiebel eventjes met je billen heen en weer. Of je zwaait eventjes alsof je een staart. Kwispel je hem even uit. Voor we de andere kant doen. En dan zet je je linkervoet naar voren. Plaats je beide handen. Dus check weer hoe je even aan de linkerkant daar in die strekking komt. Hou anders even je handen weer wat hoger op je knie. Of zet ze aan beide kanten van je voet. Of misschien wel aan de binnenkant. Dus check voor jezelf of je lager kan, of je lager wil. Check dat je echt je heupen laag mag maken. En dat je echt die linkerbil, linkerlies hier openstrekt. Misschien lang maakt. Opening voelt vanuit je buik. De stress en spanning kun je ook echt terugvoelen in je darmen bijvoorbeeld. In spanning in je hele buik en in het spijsverteringsgebied. Dus gun jezelf de tijd om te ontspannen, om te verzachten. Om weer die ademhaling een paar keer heel diep in je bekkengebied te laten komen. En misschien om jezelf eens te ontmoeten in de diepe strekking, in de intensiteit.
Okay. Druk jezelf dan weer rustig terug omhoog. Zet weer knie naast knie. En shake misschien even weer je benen. Wiebel ze even of shake even met je staart. Kwispel het even uit. En kom dan rustig zitten. Vanuit hier strek je beide benen naar voren. Dus je brengt ze samen. Breng tenen voor het begin even naar je toe. En dan vanuit hier gaan we opnieuw weer naar voren komen. Dus check ook hier. Misschien dat je, ik loop mijn billen eigenlijk als het ware altijd iets naar voren. Dus misschien dat extra zitvlak iets aan de kant haalt. En dan vanuit hier kom je gewoon rustig naar voren. Als je een blok erbij hebt, zet die misschien tussen je benen. Dat je hier je hoofd op kan laten rusten. En laat handen gewoon hangen aan je schouders. Je hoeft niet per se verder te strekken. Maar adem even een paar keer heel diep. En voel hoe hier de houding is. Je vraagt hier van jezelf om vanuit het bekken naar voren te komen. Wat al een challenge genoeg kan zijn. Maar ook je rug te ronden. Je kunt hier je schouders voelen. Dus even kort naar voren. Om te ademen, om te voelen. En om vooral weer gewoon jezelf uit te nodigen om bij jezelf te komen. Dus ook dit kunnen mini-stressmomentjes zijn voor je lijf. Vooral als je dit niet zo vaak doet. Of misschien voor de eerste keer. Of misschien als je veel spanning ervaart nu. Misschien dat je lichaam denkt, wow, wat is dit? Dan probeer je ook hier nu op je mat als het ware droog te oefenen in het niet reageren. Bij jezelf te blijven, in die zachtheid te blijven. Om het allemaal even te laten zijn. En om misschien hier en daar een zachte aanpassing te maken. Maar je lichaam te laten wennen aan een hele zachte, subtiele, innerlijke stress. En op deze manier ervaren veel mensen ook dat je via de yin jezelf in stressmanagement kan trainen. Oké, rol jezelf dan weer wervel voor wervel omhoog. En dan mag je gewoon doorrollen naar achteren, zodat je komt liggen. Neem knieën heel even met je mee. Laat knieën dan naar buiten toe gaan. Hou voeten gewoon samen, dus je handen kun je op je knieën brengen. Of dat je even met je ellebogen eromheen hangt. En laat het gewicht van je benen, je knieën en je armen zo voelen dat je als het ware echt je rug helemaal in de mat drukt. Adem je even diep in. En dan voel je op de uitademhaling hoe je echt knieën even naar je toe. Kruin wat van je af, dat die rug echt platte mag worden. Doe dat nog een paar keer voor jezelf. Mag je je voeten weer in de mat zetten. En dan zet ze misschien ietsje breder dan je heupen. Dus bijna matbreedte. En dan laat je je knieën naar de linkerkant van de mat afgaan. En dan strek je je armen even uit. En als kan leg je je linkervoet aan de buitenkant van je rechterknie. Dus kijk anders even naar de video. Maar met mijn linkervoet druk ik eigenlijk mijn rechterknie wat lager. Waardoor mijn rechterzij en mijn heup en de buitenkant van mijn heup heel licht op spanning komt staan. Dus als je wil kun je ook je knie wat meer omhoog strekken. Als je wat meer strekking kan hebben. Als je linkerknie wat meer omhoog trekt. Neem dan rechterknie mee. Dat voet en knie samen blijven.
je wil, kun je nog mee naar rechts kijken. Ontvang even de strekking, de opening voor schouders, borstkas, rug. En dan adem hier even met al je aandacht jezelf open. Breng rustig je hoofd terug in het midden. En dan laat je je voet van je enkel afkomen. En dan breng je rustig je knieën weer omhoog. Zodat je ze even zacht heen en weer laat wiebelen. Voor we de andere kant doen. En dan laat je je knieën naar de rechterkant zakken. En dan kijk, als je knie heel hoog is, is het misschien niet zo fijn om je voet erop te leggen. Maar leg anders je rechtervoet op de buitenkant van je linkerknie. Armen zijn weer lang. Dan check misschien of je je rechterknie wat hoger of wat lager wil brengen. Het kan een verschil maken in de strekking voor je rug. En hoe je die ervaart. En als je hem eenmaal hebt, dan laat je hem gewoon liggen. Kijk je misschien nog mee naar links. En dan adem een paar keer goed. Rustig je hoofd terug naar het midden als je naar zij kijkt. Laat je voet van je enkel en breng je voeten weer terug in de mat, knieën omhoog. En dan haal je je knieën naar je toe. Als je het even fijn vindt om licht cirkels te draaien. En dan open je even helemaal je knieën. Dus misschien dat je je voeten tegen elkaar aanzet en je enkels of voeten vastpakt. Misschien dat je even een happy baby pakt, waarbij je dus je voetzolen naar jouw plafond laat gaan. En je knieën enkel zoveel mogelijk boven elkaar. En je knieën eigenlijk richting je oksels laat zakken. En dan check even dat je niet je billen helemaal op hebt getild. Maar dat je juist ook dat stuitje terug mag trekken op de mat. Waarbij je dus het bekkengebied, je onderrug helemaal plat mag worden, lang mag worden. Trek kin misschien wat naar je toe. Dus trek niet te hol in je nek. En laat schouders weer terugzakken. Dan neem je een paar ademhalingen hier. Wat dieper in je buik. Dus je mag je buik best wat omhoog ademen tussen je bovenbenen door. Laat je rustig je voeten los. Zet je voeten weer één voor één op de mat. En dan strek rustig je benen door. Dan kom je even helemaal plat liggen. De handen of op je buik of naast je neer. En dan kom voor een korte savasana. Even navoelen. Dus navoelen vanuit die zachte, observerende, nieuwsgierige blik.
niet te veroordelend over jezelf. Watch nog even je eigen innerlijke criticus misschien. Maar bedank jezelf. Heb jezelf echt een compliment dat je dat hier bent gekomen. Deze tijd al voor jezelf hebt genomen. En voel eens hoe misschien het lichaam nu aanvoelt. Maar voel wat op de meer diepere sensaties. Dus misschien de trillingen. Ergens waar het tintelt of kietelt of een beetje jeukt of door bloed voelt, door stroom voelt. En dan terwijl je hier zo ligt, vertel jezelf misschien eens vanuit je hoofd wat je eigenlijk graag voor jezelf wenst. Dus je hoofd is ook een groot commandocentrum, dat het lichaam vaak ook opdrachten geeft, aanstuurt. Dus vertel jezelf even waar je nu behoefte aan hebt. Heb je behoefte aan rust, aan ontspanning? Heb je behoefte om te slapen, om tijd voor jezelf te nemen? Heb je soms behoefte om lekker te wandelen? Misschien te bewegen, naar buiten te gaan? Dus maak het kleine dingen, zodat je het hopelijk ook hierna kan gaan doen. Dan leg je je handen even tegen elkaar bij je hart. En dan voel wacht even met je duim of met je platte handen het kloppen van je hart. Echt het grootste cadeau van jouw leven. Je hart dat je het leven heeft gegeven. Bedank jezelf nogmaals dat je hier deze flow hebt meegedaan, de tijd voor jezelf hebt genomen. En dat je jezelf deze tijd, deze rust, deze ruimte, deze ontspanning voor de rest van je dag mag meenemen. Namaste.